Zoals jullie zien ben ik er weer. Ja, en hij heeft een mooi nieuw bord. Dus hij is ook lekker duidelijk. Officieel heb ik dus nu geen kentekenplaat meer achterop. Nee. Eens kijken hoe vies dat ding is, hè. Oh, oh, oh. Gefeliciteerd! Zei ik je toch al dat je het ging redden? Goedemorgen allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karin en Roderick. Roderick en Karin, ja dat zijn wij. Het is vandaag vrijdag 18 augustus 2023. Ja, en het is nu 19:30. Ja, ik sta op het punt om namelijk met de auto weer weg te gaan. Want ik heb een afspraak om 20:30. Ja, en ik weet niet hoe druk het is in de binnenstad. Dus ik ga zo meteen alweer lekker weg. En ik neem jullie gewoon weer gezellig mee. En Rodi heeft hondjes. En ik zal eens even kijken of hij namelijk de balkondeur die weer liggen heeft gedaan vanochtend. Ja, heeft hij inderdaad gedaan. Dus ja, ik zou zeggen, heel veel kijkplezier. Maar dit is gewoon een nieuwe vlog. Zoals jullie zien ben ik er weer. Ja, en hij heeft een mooi nieuw bord. Dus hij is ook lekker duidelijk. En ja, ik heb mijn auto zelf op de brug mogen rijden. En ja, het is weer even tijd om mijn motorolie en alles te laten verschonen. Om het zo maar te zeggen. Zij gaat weer omhoog. Mijn mooie bolide. Ja. Precies dat. Heb je nog van je eigen of niet? Ja. Mooi. En dan moet ik ook voor eigenlijk even nieuwen. Want ik heb nou net eentje en een hoekje die los is gelaten. Namelijk het hoekje. Dat zie je ook wel denk ik. Het hoekje. Ja. Ja. Precies, precies hier. Ja, precies hier is los. Precies daar is los. Ik heb het ook. Dus ja. Ja. Gezellig. Weer bij Ron. Op bezoek. En Ron die vindt het er alleen maar weer leuk. Hè Ron? Ja. Dus ik ga nog binnen zo morgen. Ik ga dit nog een keertje binnenkort vervangen, want dit is kunststof. Dit is ook kunststof. Dit moet ik ook gaan vervangen. Ja. Dit moet ik vervangen. Die moet ik vervangen, want als ik deze heb vervangen, dan kan het dus, dan kan dit ook dus groen worden. Dit gaat gewoon zwart blijven. Dus ja. En ik krijg binnenkort een andere cameraatje. Ja, yeah, want deze doet wat uit. Mm. Nou, Ron is lekker bezig. Ja, gezellig. Profiel heb ik nog genoeg. Scheelt weer. Ja mensen, ook daar kijk ik zelf naar. Gelukkig weet Ron dat ik daar ook altijd zelf naar kijk. En ik ga even kijken of Ron dat heeft. Even kijken. Ja. Hier zit een heel klein steentje. Die haal ik weg. Zo. Een mini steentje. Ik weet niet eens of jullie het zien trouwens. Maar oké. Maar dan haal ik dus weg. Maar dat merk je gewoon met rijden. Dan zit dus gewoon steentjes onder je.
banden hebt hoor. Dat is echt niet fijn rijden. Met steentjes te gaan rijden. Nee. Is hier niet fijn, zeg maar. En dat doe ik dus eigenlijk altijd als ik hier ben. Bandjes controleren op steentjes. Kijk hier. Hier heb ik het nog een. Die was snel uit. Hij slaat hier wel iets sneller aan deze kant. Buitenkant. Zo. Zo. Partij troep eronder. Zo. Ja, dat kan ook, ja. Er kwam aardig wat zooi onderuit. Troep, hè? Steentjes normaal. Ja, altijd, hè. Ziet er mooi droog uit. Ja, maar ik denk gewoon dat het met die warmte gewoon heel veel en condens was, hoor. Dat ik jou toen zei dat en dat hij lekte qua koolvloeistof. Er was denk ik gewoon heel veel condens. Ja, van de airco, hè? Ja. Ja, klopt. Die lekt hier ergens. Ja, geen idee. De airco-condens. Er is een aanslangetje van binnen gekomen. Ja, oké. Okay. Want ik ging googlen. Ik denk, hé, maar waarom lekt hij zoveel om me? Denk ik, oké. Okay. Ja. Nou, maar dat zijn rode zo kom. Schilder, ja. Wanneer is er verstand van? Hè? Huh? Wanneer is er verstand van? Hè? Wie, ik of Ro? Ro. Nee, die niet. Alleen, ik ben gewoon ook gewoon gaan googlen, zeg maar. Van hem zelf de auto? Hè? Van hem zelf de auto? Ja. Nee, schakel. Ja, dat is een flinke geweest. Hele flinke. Die was niet leuk, zeg maar. Nee. Dan sta ik hier wel bij Ron in de garage. Ja, maar er heeft iemand vandaag haar tussentijds toets. Dus dat wordt duimen. Ja, maar ik denk wel dat ze dat gaat redden. Echt wel. Dus ja. Gezellig. En hij is al lekker bezig. En eind dit jaar eventjes nog mijn achterrem laten vervangen. Ja, ook nog. Ja. Maar oké, maakt dat niet uit. Hè? Auto hebben, dat is een dure hobby. Maar oké. Dus, en ik verzorg hem goed. Hé, Ron? Ja. 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 Kijk, en voor de mensen die het niet snappen wat dus een sideskirt is. Dit hele stuk. Dit hier, dat is dus onder je deuren. Dat is dus een sideskirt. Ja, en zal ik het ook beter laten zien? Dan heb ik hier dus, dit is en dus een frontflip. Dit hier, kijk, hartstikke ding. Ik moet even zo, beter. Kijk, dat gaat dan vanaf hier, zeg maar, gaat naar beneden toe. En dat gaat dan helemaal hier naartoe. Ja, en dit wil ik dus ook helemaal groen hebben, dit heel stuk. Ja. Dus ik onderhoud hem goed dus. En daar zit hij alweer op de nieuwe filter. Jee. De oliefilter, hè? Ja, de oliefilter. De oliefilter zit erop. En de stokje erop. Maar hoe vind je dat ik mijn auto onderhoud? Goed, op tijd. Mooi. Dat is netjes, dat komt bijna voor, hè? Daarom dat ik het ook vraag aan jou. Ja, het is altijd laat, hè? Ja. Meestal wel, maar ik niet. Ik kan daar niet tegen. En duizenden kilometers laat, hè? Niet een paar honderd. Ja. Ja. Het zit allemaal weer vol met vliegjes, maar ook dat wat weer vandaag anders. Ja. Officieel heb ik dus nu geen kentekenplaat meer achterop. Nee. Eens kijken hoe vies dat ding is, hè. Oh.
Jeetje, wat een verschil. Wat erg, hè? Oh, oh, oh. Jeetje. Nou, daar is Ron weer goed voor om dat even schoon te maken. Het is ook een geweldige man alweer, hè? Dat dat weer eventjes doet. Even schoonmaken. Dankjewel. Alsjeblieft. Daar zeg ik al ook. En ook deze wil ik ook helemaal vervangen. Die kunststof? Ja. En welke kleur? Gewoon wel zwart, maar dan dit soort, zeg maar. Oh, ja. Alleen ik kom er niet op. Metaal, ja, metaal is het niet. Alleen ik kom er nooit goed op. Okay. Ja, je weet wel wat ik bedoel, denk. Ja. Dat dacht ik. Dat het gewoon even iets meer matcht dan kunststof. Net zoals de S, en die wil ik ook helemaal groen hebben. Oh. Voor en achter. Zo. En dit dan helemaal zwart en dan een heel andere diffuser, zeg maar. Ja. Gaatjes zoeken. Ja, ik heb hier gaatjes. Klopt precies, hè? Ja, klopt precies. Maak ik een reclame weer voor je. Hey. Ja. Ik was 7 uur was ik al buiten. Dat was niks van mij, hoor. Echt. Ik ben nu een heel andere moed, zeg maar. Weet je wel? Gezellig. Ja. Dus gefeliciteerd en met je vrijstelling. Ja, dat... Zei ik je toch al dat je het ging redden? Weet je wat het was? Gelukkig geen bocht achteruit. Zijn we schuin. Ja. Maar het was meer... wel file parkeren, dat ging in één keer goed. Lekker! Ja, dat is heel raar. Maar ja. En 20 meter achteruit, dat is heel makkelijk. Dus dat was wel... ja, dus, en toen zei hij dat bij het tafeltje. En toen dacht ik, ja, we gaan gewoon lekker door. Hey! Ze is wel alleen, maar ik geef haar wel veel aandacht, hoor. Ik weet dat het niet goed is alleen. Lilië, maar... zei jij, hè? Hè? Oh, Lilië, zei jij, hè? Lily. Hey, schat! Ze maakt een spuinzooi, dat wil je niet weten. Nee, schat, hè? Waar? Hoe kan ik hem open krijgen? Oh, hier ben je dat. Ah, daar. Hij is wel niet gepakt worden gedaan. Nee, hoeft ook niet. Nee. Hé. Hey. Opruimen wel, jongen. Hé, hey, kind. Hé. Hey. Hé, hey, schat. Zeg maar, ik ben een beetje camera-schuw. Ja, dat snap ik. Als je vooral nooit een camera op je, hè? Heb gehad, ja. Is dat vernieuw, snap ik. Hey, kind. Dat is eng, hè? Zo'n raar ding, hè? Je kooi. Ik heb het nooit gezien. Dat is wel mooi, want zijn van die vlechtjes ook een, bij de hoofd, dat het soort two-face. Zie je dat? Oh, ja. Ja. Hi. Dat is wel lief. Hi. Lily, dat is je naam dus, oké. Okay. Het is een leuke naam. Ik vind het zo eng nog steeds. Rrr. Ik vind dit eng. Nog steeds. Ah, dat is mooi. Hij was weer mooi! Yay!
Ja. Ja. Kijk eens aan. Moet weer lekker schoon zo. Ja. Echt wel. Alleen maar weer blij mee. Mijn auto rijdt. Dat is ook handig. Mijn auto die rijdt. Automatisch bij me weg. Ja. Dat is ook handig. Automatische rijdende auto. En het is druk. Ik weet niet wat het vandaag aan de hand is, maar iedereen is bezig met auto's schoonmaken vandaag of zo. Weet niet, het is wel lekker zo. Ja. Zo is je paas. Zo is hij bruin. Daar is hij ook weer bruin. Zo, hier, daar. Daar lijkt hij weer net zwart. Heel bijzonder zo. Ja. Ah, maar het is wel leuk. Nou. Ben ik blij dat we hier staan. Oud en vertrouwd. Ja. Komt er maar. €2,03 is veel. €2,03 is veel, hè? Maar ja, doe je eraan ook 2 keer drinken niks. En wie heb ik meegenomen? Ja, mijn eigen liefdalige man. Ja, die heb ik meegenomen. Dus hij zit wel vol. Het zit. Nee, niet. Misschien niet met zoveel rommel. Stampot bloemkool broccoli. Is lekker voor jou. Ja. Van nieuwe smaak. Zacht en lucht. Kost dat 5%? Dat denk ik niet. Dat denk je een euro. Nou ja. Het is toch weer een euro, toch? Ja. 5% te veel. Ja, doe ik het. Hier, worstjes. Worst. Wat taart. Hier, spinazie, cordon bleu. Voor 2,50. Spinazie, cordon bleu. Toch wat te eten voor op je werk. €5. Nou ja, het is toch weer even
eten, schat. Toch weer 5 euro. Ja, toch weer even 5 euro. Ja, het is toch weer 5 euro, ja. Nee, ik heb hier niks, maar ik heb nog genoeg in de vriezer. Ja. Ik denk niet dat het 5 euro is van mij, maar jou misschien wel. Nee, ik en ik hoef het niet. En die eten. Nee, 5 euro. Dat is geen 5 euro, dat is net al 5 euro. Oh, zo, goedemorgen. Zo en zo bedoelde je dat? Ja. Ah, oké. Okay. Ik denk niet dat het 5 euro is, jij hebt wel 5 euro. Ik heb denk ik wel meer, ja, dat klopt. Ga dat meemaken. Of ik meer heb zometeen. Hey, dat is leuk. Maar dit is allemaal wel lekker, maar ik mag het niet hebben. Nee, helaas. Kijk, dat ziet er wel lekker uit, ja. Alleen dat hoef jij weer niet, hè, schat? Nee. Pannenkoekjes met jam. Oeh, pannenkoekjes met jam. Ja, dat. Daar, en dan zegt hij geen nee tegen, hoor. Daar zegt hij geen en geen nee tegen. Pannenkoekjes met jam. En je komt er niet op, hoor. Oh, man. Daar hou ik wel rekening mee. Geen rekening, hè? Ja. Zeltje. Ja. Ja, dank je. Oeh, dat ziet er heel lekker uit, ja. Dan moet je het vragen en wat voor jam het is. Oh, dat is appelmoes. Appel-abrikoos. Abrikoos. Abrikoos, dat vind ik helemaal geweldig. Oeh, kijk, dat ziet er heel lekker uit. Ja, dat is heet, hè, schat? Ja, joh, het komt net uit de pan, bedenk je zelf. Ja, nou, dat het koud is. Ja. Ja, tuurlijk. Is toch handig? Ja, net als het regent, word je nat van. Dan heb je regen voor je droog wordt. Wat zei je nou? Ik kreeg... Buitenloopt en het regent, daar word je nat van. Ja. Heb je als regen meegemaakt waar je droog van wordt? Nee. Ik niet. Nee, ik ook niet. Okay. Precies dat. Lekker, smakelijk lekker, eten. Lekker. Smakelijk, ja. Ik weet alleen waarom ze naar blauwe bosbessen naar blauwe bessen noemen. Dank u wel, mevrouw. Ik voor het wachten. Ja? Ja, dank u wel. Roderick aan het eten. Ja, oké. Okay. Helemaal goed. Hoe is Roderick aan het eten? Ja, nou, hij is meer en meer aan het ploeien. Is het een celebrity dat je filmt? Nee, ik en ik vlog. Oh, je vlog. Rockstar of een... Nou, bijna wel. Bijna wel, ja. Ik heb wel meegedaan een paar films, maar dat houdt ook mee op. Wie ben je en wat doe je hier? Ja. Kijk, hier staat alles met... nu ook statiegeld op kleine plastic flesjes. Graag met dop. Statiegeld logo. Let hierop, hè jongens. Let hierop. Staat dat er niet op, heb je ook geen statiegeld. Nee, pakcode goed scanbaar en onbeschadigd graag. Ik weet nou niet of... Eens even kijken... Ja, gaan we gewoon eens even kijken. Geen barcode gevonden. Nu wel. Beter zoeken. Keer de barcode. Zeker Duitsland. Zal wel. Dan pak ik deze wel. Die wel. Anders deze ook zeker. Deze is Duitsland, ja. Check. Sorry. €2,35 al. Doe maar. Hey. Dat is meer dan ik.
gewoon nog. Oké. Okay. €3 nog wat. Kijk, dat gaat hard zo. Allebei. Mag dat ook? Nee. En ik drink geen bier, alleen dit heb ik wel gekregen van mensen die dit niet wouden inleveren, maar ik wel. €4. Doe maar. €4,15, ja. Dat heet nou sparen, hè? En gewoon alles in een doos doen, want dan heb je ook niet in dat gekleed van je handen. Nee. Nee. Eerst even lekker schoonmaken. En een sopje. Mooi €5, joh. €5,05, hé. Heb je wel gelijk. Jij wel. €5,50. Oh, die mag gewoon. Waarom wil jij niet? Nee, oké, okay. Nou, dat was hem. Was dat hem? Helemaal goed. Ja, kom, kom, oh, kom. Ja. Moet even hier nog opruimen, maar oké, maakt niet uit. Kom maar. Ja. Kom maar. Hé, hey, doei, hè. Dag, trusten. Lovely, kom dan. Ja, het is ook weer warm ook. Hè. Die gaat lekker naar huis. Trusten. Doei doei. Kom, kijk, papa. Ja, voor, kom. Ja, kom, kom, kom. Kom, kom. Zo wazig is ook wazig, hè. Jee, helder. Nou, helder ook niet. Ja! Kijk eens wie ik heb gevonden. Kom. Hé. Hey. Kijk eens wie ik heb gevonden. Laters. En hij gaat weer nu naar zijn werk. Jee. En dan gaan we hem straks zometeen daar weer zien. Als het goed is. En dan hoop ik dat dus in 3, 2, 1 en ja, daar is hij al. Dus hij gaat nou inderdaad naar zijn werk. Helemaal goed, werk ze. Ja, hè? Ja. Erg wel. Ja, lieve schatten, ik lig inderdaad weer gezellig op bed. Jullie zien het goed. Maar dat betekent dus wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Dus, vond jij dit weer een leuke en gezellige vlog? Ik zou zeggen, vergeet dan zeker hier beneden niet te abonneren. Doe een duimpje mijn vingertjes omhoog. Laat een like achter. Ja, dus duimpje, like, abonneer en reageer. En de hele rattenplan. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.